Voor het DVS-TV-weekjournaal hebben we hier de uh, secretaris van de businessclub van uh, DVS 33. Dat heeft een bepaald uh, doel. Uh, en uh, de voorzitter van uh, de businessclub van uh, DVS 33. Natuurlijk een uh, heel belangrijk uh, onderdeel van uh, DVS 33. Um, eerst over afgelopen zaterdag. Tini, tineke. een beetje genoten daarin uh, Snits. Wat denk je zelf? Denk het ah, ik heb een supermiddag gehad. Helemaal, helemaal, te gek. Het is, uh, begon even een beetje kritisch. Ik denk van nou, maar we hebben een fantastische wedstrijd gehad. En, uh, ik vond vooral, uh, was heel blij met Maurice dit keer. Ja, mooi, he? He? En ja. ja? ja Hartstikke goed, mooi dat je dat uh, zo zegt. En uh, Gert, uh, na competitie komt in zich. Ja, dat. Uh, ik denk dat die kans uh, heel groot is. Uh, het zou maar zo kunnen zijn als we nog twee keer winnen. En waarom niet? Twee thuiswedstrijden hebben we er nog bij. Dat, dat, uh, dat het wel eens heel mooi uit zou kunnen pakken. Dus dan krijgen we na een seizoen wat toch een beetje in het begin een beetje kwakkelde, krijgen we toch nog een heel mooi eind. Dat zou maar zo kunnen. Ja, dat is wel heel erg mooi natuurlijk. Hè? Ik, uh, ik heb jullie aangekondigd als secretaris en voorzitter, maar dat is natuurlijk gewoon Tineke Weren en uh, Gert uh, Spijker. Tineke, uh, 17 mei. Belangrijke dag voor de businessclub. 17 mei. 17... Waarom? Nou, daar zijn we al een poos mee bezig. Het is een idee geweest wat uh, uh, uit de sponsors zelf ooit is gekomen. Van, uh, we zouden elkaar eigenlijk wel, wel graag wat beter leren kennen en kijken wat we eigenlijk doen. Kijk, samen een drinken is altijd leuk. Maar het is natuurlijk ook wel een toegevoegde waarde om te weten wat we allemaal uh, doen als we hier niet zijn. Dus uh, Bonnie heeft dit een beetje aangezwengeld, uh, Bonnie wil Parijs. En we hebben dit in gang gezet en we hebben al een paar eerdere data geprikt. En het blijkt toch wel dat dit enige organisatorische voeten in de aarde heeft. Dus, en we willen het gewoon meteen goed doen. En uh, dat gaat ook gebeuren nu. En vandaar dat we het op 17 mei hebben neergezet. En alles loopt uh, als trein. We hebben er al 30. En uh, mijn ervaring is dat de laatste toch altijd, de meeste altijd, nog wel de laatste twee weken binnenkomen. En dat verwacht ik eigenlijk ook nog wel. Um, Tineke heeft het over. We hebben er al 30. 30 uh, wat? 30 uh, aanmeldingen, 30 uh, enthousiaste sponsors die zeggen van uh, wij doen lekker mee. En, en die staan uh, met een stand uh, hier uh, een beetje verdeeld over uh, de, de kantine en eventueel buiten of, of in de businessclub zelf. Ja, dat is uh, zeg maar het clubgebouw, hè. Kantine, daar spreken we niet over. Hè. Clubgebouw. En dat doen we dan, uh, daar doen we dat, en maar ook op het horecaplein. En uh, de balustrade, zeg maar boven bij de kantine. En dat is ook een beetje afhankelijk van het, uh, van het aanbod. Want uh, we hebben niet alleen maar uh, sponsors die, uh, die binnen gaan staan, maar ook die een buitenactiviteit hebben. Bijvoorbeeld een klimbos of, of nou ja, dat soort dingen. De conclusie is, het is dus niet alleen maar voor de ondernemers zelf. Of om kennis te maken met elkaar. En wat doe je? En mensen met elkaar in contact brengen. Het platform natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook voor gewoon het publiek. Gewone mensen, ja, gewone mensen. het publiek. <laughs> ja, voor het publiek. En uh, met deze beurs zetten we ook natuurlijk een beetje de vereniging in de, in de kijk. En ik bedoel, uh, dit is een evenement wat geschikt is voor uh, mannen, vrouwen. Uh, zelfs kinderen zijn ook best welkom. Dat is het ook leuk voor. We hebben een heel gevarieerd aanbod. Allemaal van een van, van golfbaan tot een schoonheidsspecialiste. Tot een kapper, tot een verzekeraar. Nou, noem het maar op. Heel gevarieerd. En uh, zij gaan ook... Uh, uh, we hebben ook wat gimmicks om, om het aantrekkelijk te maken. En als het mooi weer is, is het natuurlijk sowieso een feestje. We gaan ervoor zorgen dat er een hele goede routine komt. Zodat er dus niet een bedrijf ergens achter in een hoekje verdwijnt waar dus niemand komt. Daar zorgen we echt voor. We zorgen voor een mooie aankleding. En uh, ik denk dat het voor ieder wat wils is. Dat is voor iedereen leuk om te komen. En ik zou ook van iedereen graag willen uitnodigen om in ieder geval een paar uurtjes te komen kijken. Want het is echt de moeite waard. Het is ook werkelijk onvoorstelbaar hoeveel sponsoren er langzaam maar zeker ook zijn. Het is inderdaad een van misschien wel het grootste bedrijven van de Veluwe. We staan op de kaart, Gert. Ja, daar zijn we ook beren trots op. Maar ik denk ook dat het zo is dat we wel zonder zo hand de grootste zijn. En ja, de grote vraag is natuurlijk ook van jou: van hoe komt dat? Ik denk dat het eigenlijk heel simpel is. Dus mensen vinden het, vinden het leuk om bij ons te zijn. We hoeven er niet, niet echt hard aan te trekken. We doen wel een verschrikkelijk ons best natuurlijk. Maar er zijn soms ook momenten dat ze gewoon eventjes op de deur tikken en zeggen, ik wil, daar wil ik ook bij horen. En dat kan, uh, dat is natuurlijk enerzijds omdat het gezellig is. Maar uh, ja, omdat het ook zakelijk aantrekkelijk is. Want uh, ja, naarmate je groter wordt. Dat is onze ervaring ook. Wordt het voor de sponsors steeds, steeds leuker. Want ze, on, on, ja, ze ontmoeten steeds meer mensen eigenlijk. En, uh, en dat leidt ook tot zaken doen. Dus dat, uh, en dat hoort er ook wel een beetje bij natuurlijk. Dat is natuurlijk uh, uh, fantastisch. En, uh, maar het, het is natuurlijk ook gewoon zo dat het, het is geen eenrichtingsverkeer is. Het is niet uh, de sponsoren die, die het geld en uh, DVS uh, pompen. Maar jullie doen ook wat terug. Dat proberen we zeker en onze slogan is niet voor niks, samen winnen. En dat is niet een loze kreet, dat uh, proberen wij echt in te vullen. En ik denk ook dat de meerwaarde van de businessclub is, het wordt steeds professioneler. En we hebben gezien onze nieuwe PR-bestuurslid, Gatelsens PR. Uh, uh, gaat ons de spier. En we hebben een prachtige website gekregen allemaal. We hebben een enquête gehouden over wat mensen willen allemaal. En dat is heel professioneel. Maar naast het professionele vind ik het gewoon heel belangrijk. Vind ik, vinden wij het heel belangrijk. Dat we ook de clubgeest houden. Dat we ook de warmte in de club houden. En ik denk dat dat uh, ook wel een van de redenen is waardoor we het goed doen. Nog een keer herhalen. Wanneer is het uh, precies? 17 mei. En om 1 uur beginnen we. En dat eindigt zo rond een uur of zes. En dan uh, doen we de trekkingen van de verloting. Want daar hebben we het nog niet eens over gehad. Er worden uh, relatiekaarten uitgegeven. En daar worden mooie prijzen op verloten. Een stuk of tien. En dat is echt de moeite waard. Dat is een, een, een nieuw, een op, opnieuw een reden om te zeggen van... nou, ik, ik kom inderdaad gewoon eventjes kijken. Dat is gewoon belangrijk. Want je kunt wel hele mooie stands hebben. Maar als er niemand komt kijken, is dat niks. Dus we, dat is net zo belangrijk. Als, als er sponsors zijn die dus om wat voor reden dan ook geen stand hebben, dan roep ik ze hierbij graag op om in ieder geval te komen kijken wat hun collega's wel te presenteren hebben. Heel erg goed. Ik heb uh, Helga van Leur gesproken, is een goede vriendin van me. Het wordt heel erg mooi weer, uh, Gert. Nee, hey, maar Piet, wat hebben wij een goede ge gemotiveerde secretaris, vind je niet? Ja, die, die kan het ook zeer goed verwoorden, moet ik zeggen. Ja, ja. ja. Maar ja, nogmaals, Helga van Leur, je zegt uh, het wordt uh, fantastisch. Okay. Ja, nou helemaal, helemaal geweldig. Hey, mag ik tot slot nog iets tegen, tegen jullie zeggen? Met name ook tegen die man hier uh, die die opnames maakt. Ja, absoluut. Uh, uh, Lex en ook tegen André en ook tegen jou. Ik vind het eigenlijk fantastisch wat jullie voor, do, uh, voor DVS 33 doen. En dus nu ook weer voor de Business Club. Uh, dat, dat hoort ook bij een stukje professionalisering. Wat dat betreft, uh, mijn petje af voor jullie. Ja. Hey, en niet te vergeten, hè, de, de prijs wordt ook nog verloot of van een reclamefilmpje. Hè, onder de standhouders is dat in dat geval. En dat wordt ook uh, door deze mannen gedaan. Dus uh, ik zou zeggen, kom erbij. Helemaal te, helemaal te gek. Ik word er verlegen van. Bedankt voor de jullie ja, uitleg. Geweldig en heel veel succes. Dank je wel,